17,90 euro. Ja. We gaan niet alles proberen. Wat wil je kopen? Nee. Ja, dat maakt dat. Wat is de kaaskaas? En voor waar die drukte zijn, dat de Duitse toeristen vandaag? Ja, dat klopt. Dat zijn dus, En dat zijn echte kaasliefhebbers? Duitsers zijn echte kaasliefhebbers, ja. Ja. Duitsers eten ook veel kaas. Misschien wel net zoveel als de Nederlanders. Dat is misschien ook wel veel meer naar huis gaat. Dus, En wat is dan de meest geliefde kaas onder het Duitse publiek? Ja, de Bouillard, die staat voorin, dat is wel echt een topper. Dus ja? Lekker kaas, lekker pittige kaas die ook nog een beetje romig is. Dus die gaat wel hard. Ja, dus ja, ja, ja. Dan een kilootje zo inpakken, een kilootje vacuüm en dan... Hartstikke idee. Ja, ja, ja. Oh, niet helemaal die peper. Ja, 500, hè? Doe de helft maar. Zo liever, hè? Ja. Super. Ja, ik kom dat brengen in mijn auto. Wow. Is het er? Tjus. Van die kleine rondjes, gaan we even kijken voor u. We hebben hier ook de mosterd, zend. Duits? Nederlands. Mosterd, naturel, pesto, peper. De laatste lekkere heilige kaasjes. Peperkaas, sambalkaas, naturel. Heb ik hier nog tomaten, olijf, pesto en venegriep. Dit is brandnetel. Mag ik één brandnetel? Ja. Meneer gaat voor de mosterd, dan hebben we deze. Nee, en een nat jong? Dat zijn allemaal vrij jong, ja. Ja, twee. En dan dacht ik kom op zaterdag, want dan is dat rustiger. Maar je bent, ja. je bent gewoon nog druk. Het loopt altijd door, hè? Ja. Vooral nu, het is vakantie. Ja, maar donderdag heb ik uurtjes van kijken. Echt bizar hoeveel kaas jullie aan het wegzetten waren. Zeg. Ja, het zijn veel Duitsers en veel toeristen. En de Duitsers zijn, dol op kaas inderdaad. Die houden kaas, ja. Dan moet je hier zijn in Engeland. En maar ik begreep nu ook vast dat jullie hebben eigenlijk 3 kramen of 2 kramen. Hoe zit dat precies? Liefde Ambacht staan we hier en Holland Kaascentrum. Dus, maar dat zijn dezelfde eigenaars? Ja, wij zijn, dat zijn allemaal apart ondernemers. En wij hebben dan en Liefde Ambacht en Holland Kaascentrum. Maar jullie komen uit Bodegraven? Ja. Waar ligt dat ook weer precies? Bij Rotterdam in de buurt Gouda, midden van het land. En daar staan jullie op meer Zeeuwse markt of? Bij een heel Zeeland wel Domburg, Goes. En we nu ook op zaterdag 2 kramen, ook Liefde Ambacht en 100 kaascentrum. En verschillende markten hier in Zeeland. Hey, en wat mij ook wel opvalt, hè, want ik een paar van die dingen, kijk, volgens mij zijn jullie de enige marktkraam die je kent waar jullie voor de, ja, klopt. Voor de handel staan. Jullie moeten natuurlijk veel snijden en dat soort dingen. Is dat daarvoor bedoeld? Of is dat even, sorry? Is dat omdat jullie veel moeten snijden? Of wat ja, nee, gewoon een beetje sfeer. Hè, dat je gewoon naast de klant staat en de kaas uitzoekt in plaats van achter de toonbank. Beetje onpersoonlijk. Maar je staat dan af en toe wel met je rug naar de mensen toe natuurlijk, dat als je bezig bent. Ja. Maar ja, tegelijkertijd... Beetje alles in de gaten houden en het is wel wat meer sfeer, hè? Ja, zonder mensen meer. Lopen makkelijk binnen, alles een beetje proeven. Ja, maar dat zie ik ook, dat jullie heel veel mensen laten proeven. Ja, er wordt wel veel geproefd, hoor. Mijn collega's soms alleen maar blokjes te snijden. Maar dat werkt. En ik begreep dat de hardloper die is daar van voren, de Bouillard. En wat is dat dan voor kas? Pittig alleen boeren. Van Pierre Ambacht. Ja, romig, met veel smaak. Maar hebben jullie dan niet Zeeuws bedrijf, hebben jullie wel Zeeuwse kaas ook? Of doen jullie echt in... Nee, dat toevallig niet. Nee? Nee, er wordt kaas gemaakt hier, maar
Zoals Schellacht, die verkoopt het zelf. Ja, maar precies. Bij de groothandel, ja. Door heel Nederland komt het vandaan, alleen dan niet uit Zeeland. Ja. We staan er wel mee in Zeeland. Dus maar jullie kennen de markt hier natuurlijk wel. Jullie weten precies wat. En jullie hebben je eigen. En volgens mij gaan die kleine ronde kaasjes achterin, die gaan ook heel hard. Ja. Veel toeristen ook, neem het mee. Wel leuk om weg te geven. En altijd nog even zo'n vraag van hoe lang staan jullie al op de Middelburgse markt, weet je dat? Wij hier zo. Mijn zwager dan met Holland Kaas, dan 12 jaar. 13 jaar ongeveer. En jij zit nog wat korter in het vak? Ja, ik zit 11 jaar in de kaas. Ongeveer 10 of 11 jaar. Alleen ik was 16 toen ik begon en nu ben ik 27. En nog steeds gelukkig? Nog steeds gelukkig, ja. Het wordt steeds leuker. Nou ja, dat is helemaal. Eerst moest ik leren en nu ja. Maar het is in ieder geval, dat heb ik wel gezien, het is volgens mij een goede business. Nou, kaas. Loopt goed, ja. Ja, nou, dat is vooral mooi. Veel toerisme hier zo, dat is ook leuk. Ja? Ja. Nou, goed om te horen. Nee? Oké, fijn weekend. Tot ziens, hè. Kijk. Gaat weer een tevreden klant. Daar gaat weer eentje. Ja.